Het openbaar vervoer van Suriname zal worden geordend. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft vanmorgen voor belanghebbenden en de IDB presentaties gehouden over hoe deze sector veranderd kan worden. Volgens minister Albert Jubitana wordt er al decennia lang gesproken over ordening van het openbaar vervoer. De reden waarop de doelstelling is dus één, effectiviteit brengen in de efficiëntie en effectiviteit brengen in het systeem, waardoor ook de passagiers veel meer op een betere manier gebruik kunnen gaan maken van openbaar vervoer. Dat ze hun bestemming op tijd bereiken, maar ook dat er routes die bijvoorbeeld korter gemaakt kunnen worden, dat die routes ook inderdaad worden ontwikkeld. Dus, maar goed, dat is een praktisch voorbeeld. Dit project behelst Groot Paramaribo-Wanica en van daaruit zullen we dus verder operationeel beleid verder uitzetten. Maar voor nu is het belangrijk dat binnen Groot Paramaribo-Wanica dat we die ordening inbrengen, zodat de passagier veel meer voordelen aan mag hebben. Want het De bewindsman zegt dat het duidelijk is dat de meeste bussen van het openbaar vervoer verouderd zijn. Overal zie je dus eigenlijk de 25 persoonbussen. Een bus die binnen Groot Paramaribo diensten verleent en een bus die naar Atjoni gaat bijvoorbeeld. Dan zie je dus dat de kostprijs puur gebaseerd is op seats, het aantal, de capaciteit van de bus, maar natuurlijk ook de afstand speelt een rol. Maar je ziet dus, als je grotere bussen zou inzetten voor langere afstanden, dat je ook de passagier daarmee kan tegemoetkomen. Maar dat is in een later stadium. Ik geef alleen maar aan dat wanneer we praten over de ordening, herstructureren van het openbaar vervoer, dat we een goed plan moeten hebben. En daar is dus IDB ingekomen en samen met TCT en ILACO voert het uit. En verder hebben we vandaag dus de stakeholders bij elkaar geroepen, omdat we eigenlijk al in we zijn al heel ver gevorderd met het plan. En dat houdt dus in dat 1, de presentatie van enkele resultaten, zienswijzen, hoe dat allemaal aangepakt kan worden, dat we dat alvast delen met de stakeholders. Minister Albert Jubitana geeft aan dat het onderzoek heeft uitgewezen dat 50% van de passagiers die gebruik maken van het openbaar vervoer vrouw is. Dus er moet beleid gemaakt worden om de vrouwen tegemoet te komen.